Hallo, dokter Jeff Hoeybers hier uit de Hofkliniek. Ik ga je weer meenemen naar de praktijk vandaag en daar een van de meest gestelde vragen beantwoorden over plastische chirurgie in het algemeen. Hallo, ik ben dokter Jeff Hoeybers en ik wil even concentreren op de materiële benodigdheden voor het verantwoord uitvoeren van plastische chirurgie. Er is namelijk een essentieel verschil tussen plastische chirurgie en de rest van de vormen van geneeskunde. En het belangrijkste verschil voor u is misschien wel dat u de plastische chirurgie zelf gaat moeten betalen. U bent dus terecht veel meer veel eisend voor de service die u krijgt in ruil voor uw zuurverdiende centen dan dat u dat bent wanneer u op kosten van de overheid een operatie mag ondergaan. Dat maakt dat wij in de plastisch chirurgische setting veel meer begaan zijn met het comfort van de patiënt, met de efficiëntie van het boeken van afspraken, met de follow-up, met het feit dat het ganse team begaan is bij uw goed resultaat en dat er een goede onderlinge communicatie is dan dat het geval zou zijn in een grote setup waar traditionele geneeskunde wordt bedreven. Neem het eenvoudige voorbeeld van hospitaalinfecties. En volgens de overheidsstatistieken in België alleen gaan 7000 patiënten per jaar daaraan dood in het kader van chirurgische ingrepen. Dit soort van infecties doet men op gewoon omdat men besmet wordt door een andere zieke binnen hetzelfde ziekenhuis, al dan niet rechtstreeks. Het is belangrijk dat cosmetische patiënten geopereerd worden in ziekenhuizen waar besmettelijke patiënten geweerd worden. Ten slotte komen de esthetische patiënten volledig gezond binnen en men wil die ook volledig gezond terug naar huis afleveren. Men wil niet dat die in uw instelling wat oppikken. En dat in tegenstelling natuurlijk tot zieke patiënten die behandeld moeten worden, daar wordt dat al meer door de vingers gezien. Wij kunnen ons dit kortom niet permitteren. Want uiteindelijk bent u het wel die uw zorg betaalt. Er gaat geen overheid of geen verzekering uw cosmetische zorg betalen. En vandaar ook dat u terecht er de hoogste eisen aan stelt. We hebben het gehad in een andere video over de algemene narcose die we kunnen vermijden, maar waar weer aparte expertise voor nodig is. En we hebben ook een soort van specifiek kwaliteitssysteem ontwikkeld wat niet direct van toepassing is op zieke patiënten. Onze kwaliteitssystemen die gaan vanaf het eerste contact tot de uitgangscontrole vele maanden na de chirurgie. En alle relevante aspecten daarvan worden in kaart gebracht en gemonitord. En dit gaat natuurlijk veel verder dan de soort van kwaliteitscontrole die routinematig gebeurt in het kader van algemene ziekenzorg. Het personeel, het ondersteunende personeel van verpleging, receptie en zelfs die hygiënische omstandigheden zijn allemaal specifiek aangepast aan het onderwerp. Er is wel degelijk een heel andere aanpak vereist voor een cosmetische, zelfbetalende patiënt als voor een zieke, noodlijdende patiënt die dan vergoed wordt met overheidsfondsen. Dat maakt ook dat voor de toepassingen die wij doen, we toch, als we de beste zorg willen leveren, moeten up-to-date blijven wat de technologie betreft. En de technologie gaat vaak zeer hard. Dus we moeten blijven investeren in een zeer specifieke vernieuwingen die toch eigenlijk een veelheid van operatietechnieken met zich meebrengen. Een relatief groot begrip, maar natuurlijk dat kan alleen bij gratie van het feit dat dit wordt gesponsord door privékapitaal, zijnde het geld dat patiënten brengen. En wij natuurlijk veel flexibeler te werk gaan dan overheidsinstellingen die met belastingsgeld betaald worden en die moeten gaan projecten indienen om misschien een nieuwe technologie te kunnen invoeren. Ik ben ervan overtuigd dat dit een vorm van geneeskunde is die men niet kan combineren met algemene ziekenhuispraktijken als men het best mogelijk resultaat wil. De algemene ziekenhuizen zijn er niet voldoende gespecialiseerd in, er zijn onvoldoende fondsen
En er is bovendien een infectieus probleem met hospitaalbacteriën, omdat ze gewoon heel veel zieke patiënten moeten behandelen. Wij gaan per definitie nooit zieke patiënten aanvaarden. Het is dus belangrijk dat dat allemaal gekaderd wordt binnen een afgeleind geheel dat geïsoleerd staat van ziektekiemen en negatieve invloeden vanuit het ziekenhuis, bacterieel, maar ook in termen van de aanpak die zo grondig verschilt. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Zo grondig verschilt tussen de zelfbetalende, perfect gezonde, cosmetische patiënt die deze vorm van chirurgie ondergaat om zijn leven te verbeteren. En de patiënt die een probleem heeft, een ziekte heeft, een defect heeft dat behandeld moet worden met overheidsgeld. En waarvan de patiënt al blij is dat hij van zijn probleem verlost is en terug zo goed was als hij voor hij dat probleem had. Wij willen patiënten beter afleveren dan dat ze hier zijn binnengekomen. En dat uitgangspunt klinkt misschien een beetje idealistisch, maar de praktijk wil wel zeggen dat er een gans andere filosofie voor nodig is waar elk deelnemend lid aan dit teamverband volledig van doordrongen moet zijn. En daarom zullen de kleinere schaalprojecten ook altijd veel beter presteren dan de grote schaalprojecten. Want hoe groter de schaal, hoe langer de lijnen, hoe meer communicatiefouten er gebeuren. En we weten nu onderhand vanuit duidelijke kwaliteitscontroles dat communicatiefalen de hoofdzaak is van medisch falen. Ziezo, dat is dan weer opgehelderd. Vond u die informatie ook nuttig en betekenisvol? Wel, klik dan op die link hieronder, want ik heb een ganse bondige, maar boeiende videoreeks gemaakt over de 7 meest gestelde vragen die patiënten zich stellen alvorens aan plastische chirurgie te beginnen. De eerste video is alvast op weg naar u. Bekijk ze toch maar grondig, die video's, want het is belangrijk om die punten te overwegen alvorens in chirurgie te stappen. Het is niet dat u zich verplicht moet voelen om bij de Hofklinieken consult te boeken, maar mocht er nog vragen op of aanmerkingen zijn, dan horen we het graag. We wensen u veel succes met uw chirurgisch project en alvast het allerbeste.